vandaag is het natuurlijk wel heel bijzonder. Kijk even naar wat hier achter mij loopt. Wat een kwaliteit we vandaag hebben. 3 jaar lang achter elkaar niet gewonnen. Maar we komen steeds dichterbij. Maar met dit elftal kan het eigenlijk al niet meer fout gaan. Je lijkt al kapot, Geert. Nee, maar de basis van een wedstrijd is een goede warming-up. Het klinkt een beetje gek, maar je moet even zelf over een bepaald punt raken. Of je nou bij de amateur speelt of hier, je moet altijd zorgen dat je goed warm bent. Niel, wat verwacht je van de wedstrijd vanavond? Je maakt je debuut hier voor het Serious Request team, maar je hebt een verleden bij RTL. Ja, zeker. Ik ga niet zeggen, ik ga niet de cliché erin gooien dat ik extra gebrand ben, maar... Zo ziet het er wel uit. De trainer heeft een goed plan neergezet en ja, Robert Maaskant, succescoach, kan alleen maar goed gaan vandaag met zijn tactische plan. Is laatst ontslagen. Vind je dat Robert een goede opstelling heeft gemaakt? Nou ja, ik sta er niet in. Is dus niet goed. Steekbal. Uitstekend gespeeld, helder. Dit moet hem dan uiteindelijk toch een keer zijn, zou je zeggen. Nee, de paal voorkomt 1-0. Williams met een stiftje, en weer niet. Heerlijke ouderwetse scrimmage. Dit is een strafschop. Ja, Van der Lende is te laat. 100% penalty. De stand is 1-0 voor het RTL Sterrenteam. Ja, 3FM kwam eigenlijk door een makkelijk gegeven strafschop door Bas Nijhuis op een achterstand. We gaan hem even vragen naar zijn reactie. Goed, ik heb 3FM al gezegd van ze moeten in de 16 en een mooie zwalbe maken. Dan gaat hij op de stip. Maar ja, dat is wel de bedoeling dat ze ook in de 16 komen. Dat lukt nog niet. Maar ja, ik heb hem gezegd, hij zou de 16 in gaan, een mooie zwalbe. Maar je moet wel de 16 inkomen. Nou, ik ben 2 keer in de 16 geweest. Ja, maar je moet dan echt in een duel, laat je vallen, schreeuwen en ik leg hem erop. Je hoort het, hè? Frans Duits vermaakt het publiek hier. Persoonlijke favoriet van jou? Ja, dit nummer eigenlijk. Toen mijn relatie 5 jaar geleden overging, ik ben een grote Frans-Duits fan en jij hebt ook veel steun aan gehad toen. Ja, jij begint er nu over, maar ik kan eigenlijk niet. Het wordt even te zwaar, sorry. Counter 3FM, daar zit vaart in. Dat zou wat kunnen opleveren met Van den Berg aan de linkerkant. Demarrage van Peperstraten, nergens meer te bekennen. En strafschop. En voor Van Peperstraten zit deze wedstrijd er normaliter op. Pietersen vraagt er ook om, is dit geen gele kaart? En dat is het natuurlijk wel, maar Nijhuis is wederom coulant. Maar Van den Berg is gefocust. Van den Berg, het is 1-1. En dat verdient deze jonge ploeg. 3FM weg nu met Den Oude. Den Oude op de hakken getrapt door Mols. Den Oude heeft haast. Pietersen dacht even aan een schot, kiest voor het steekballetje Van den Berg. Dat ziet er prachtig uit, Ulenbeek. Heel 3FM schreeuwt om een strafschop, maar Nijhuis is resoluut. Den Oude. Den Oude met de paas. En is dit geen buitenspel, dan is dit waarschijnlijk de 2-1. Oh, hij laat het liggen, zegt Van den Berg. Jongen. Nee, het is gedaan. Nijhuis heeft genoeg gezien. Het was een spektakelstuk vanaf de eerste seconde. Een wedstrijd die ook zomaar in 8-8 had kunnen eindigen. Jullie doen mee, voor het eerst niet verloren. Is dat het FC Afkikken effect weer? Nou ja, het feit is wel natuurlijk dat sinds de afkikkerploeg erbij is, dat er niet verloren is. Dus er is wel duidelijk een kentering gaande. We kunnen wel zeggen, heel lang verhaal. Ja, ik wil dat niet over onszelf zeggen. Laat de andere media dat maar over ons schrijven. Nee, ik vind dat wij het heel goed gedaan hebben. Ja, dat zal ik zelf nooit zeggen. Twan van Peperstraat is niet aan de bal gekomen tegen jullie. Nee, die raakt hem 2 keer heel mooi kwijt. Ja. Nee, die was bedroevend slecht. Daar ging je echt van janken van zijn niveau. Die had nog mazzel dat hij niet met 2e geel afging bij die penalty. Dat was eigenlijk zijn 2e gele kaart. Dan wordt hij gematst door Nijhuis. Ja, maar hij had dan een gele kaart voor zijn spel moeten krijgen, zo slecht. Hoe noem je een voetbalteam? Een 11-tal, toch? Ja. Zijn 12 of 13-tal? Ja, ja. Nee, dat zo. Voelde dat je tegen 13 man voetbalde? Toen er gescoord werd, toen dacht ik ineens van... Je ging zo stellen, ik denk 13, dat zijn er wel 2 te veel. Toen ging op een gegeven moment was het 14 tegen 14. We speelden zo goed. We moeten naar andere media, sorry jongens.